Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Hier gaat het helemaal. Even kijken wat ons Achmedje weer heeft opgestuurd. Even kijken wat er onder het doosje zit. Het blijft een verrassing. Laten we snel gaan koekeloeren. Hopse flopse. En bak Chinees eten. Kan niet mis toch? Ziet er best lekker uit. Alleen, ik vraag me af hoe dat zo lang in het bakje heeft kunnen zitten. Eens even kijken wat het is. Instant hotpot with vegetables, spicy tussen haakjes, met suiker. Nou, als dat geen feest is, hopse flopsie. Oh, kijk eens aan. Er zitten van allemaal spulletjes in zakjes. Een zak met weet ik niet. En een zak met ik weet het niet. Een zakje met, ik weet het niet. Nog een zakje, ik weet het niet. Een zakje, ik weet het niet. En dit zijn de noedels, dat weet ik wel. En dit, dames en heren, heet een vork. Een vork! Een vork natuurlijk. Op de gebruiksaanwijzing staat gewoon heel simpel dat ik alles in dat bakje moet gooien en er wat water bij smijten. En dan is het af. Dan hebben we een heerlijk bakje, noedelsoep denk ik. Weet je iets? Eens even kijken. De noedels. Geen enkel verschil tussen het plastic en dit. Ik zou niet weten wat het is, want over het algemeen staat het gewoon allemaal in het Chinees erop. Hier, kruidjes. Hop, 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 hop. Ah, het is een ziek idee. Oef. Oh, dat is niet handig. Lekker man. Huppatee. Ook in het bakkie. Ziet er al lekker uit. Hè? Begint echt wat te worden. Hoppa. Oh. Ik weet niet helemaal precies wat we hiermee aan moeten. Oh, er komt. Oh. 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 Ziet er nu uit of de hond van de buren niet helemaal lekker is geworden. Het ruikt niet heel lekker, maar je weet maar nooit. Er moet nog water bij, het moet nog 5 minuten staan. Misschien verandert het wel in een fantastische, heerlijke hotpot. Hoplop, 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 hé. Zo, het dekseltje er opnieuw op, daar gaat hij. Want die plakt niet meer, dus we doen even deze. Zo. En dan gaan we even 5 minuten wachten. Ja, 5 minuten later kunnen we eindelijk. Oeh, het is helemaal rood geworden, jongens. Even lekker een beetje husselen nu. Is het ook weer heel heet? Ik ruik het nu al. Hier staan hele kleine paddenstoeltjes met z'n allen zo recht overeind. Die zitten hier niet in. En hier heb je tofu-blokjes. Hier. Die zit hier ook niet in. Nou, laten we dan maar beginnen. Ach. Ach. Het is belachelijkheid. Dus de soep aan zich denk ik dat ik heel even laat staan. Maar we gaan de groentjes wel even proeven. Ziet er leuk uit, maar hoe proeft het? Ja, nou niks zo bok en bok pittig is. Het zal me niks verbazen dat die 5 en die komma niet een 5 en een komma is, maar een 5 en een pepertje. Ja. Gadverdamme. Ik wil nooit zoiets heet gegeten en zo smerig. Je moet even komen kijken. Kijk dan even. Kijk even waar ik naar zit. Dit is gewoon een bak met peper. En vieze groentetroep. En hier en daar en van de verloren. Hier, paddenstoel dingetje. Hier, dat is dit. Dit is een paddenstoel. Hier, die sliert.
En dan komt dat allemaal gezellig uit China deze kant op. En dan hoef je er alleen maar heet water op te gooien. Want god toch god, dan heb je een leuk soepie. Nou, ik kan je vertellen, het is een verschrikkelijk soepie. En ik heb verschrikkelijk pijn in mijn keel. En in mijn bek. En in mijn mond. En al in mijn maag. En ik word er doodziek van. Nee, Ahmed. Ik eet het niet op. Nee, Ahmed. Ik wil nooit meer hete producten. Want ik ben er wel klaar mee. Want dit, mijn lieve vriend, is niet te hachelen. Dus ik stop ermee. Ik flikker het weg. En nog wat. Die Chinezen kunnen dit dus lekker houden. Maar met deze krijg je, nou, omdat het misschien wel leuk was om te maken, een 3. Een 3. Meer is het niet waard. Gafverdamme.